De flyer is de naam van het houtje-toutje vliegtuig waarmee de Amerikaanse broers Orville en Wilbur Wright in 1903 een aantal gedenkwaardige vluchten maakten. Toch waren dit niet de eerste vluchten met een vliegtuig dat door een motor werd aangedreven. Die eer komt volgens sommigen, en zeker volgens alle Fransen, toe aan Clément Ader. Hij wist al in 1890 met zijn aeroplaan de Eole, die door een stoommachine aangedreven werd, een klein stukje van de grond te komen. Deze vlucht was natuurlijk niet te vergelijken met de 260 meter die de gebroeders Wright 13 jaar later zouden halen. Aan het eind van de 19e eeuw bouwde de Franse pionier Adair een vliegtuig met twee propellers dat op een enorme vleermuis leek. Het toestel heeft echter nooit gevlogen, maar de naam van Adair's constructie werd wel voortaan in het Frans gebruikt om een vliegtuig aan te duiden.